Hallo serpentjes, ik ben Rick van Serpent Gameplay en welkom bij een nieuwe aflevering van Pajama Sam, de helse jacht op de duistere nacht. Het komt. Vorige aflevering zijn we hier gebleven namelijk bij een superleuke quiz. Verdeeld in 4 categorieën, muziek, sterrenkunde, dieren en het land van duisternis. Okay. Laten we beginnen. Kies maar. Met de categorie muziek. Waar ik misschien nog het meest van weet, muziek. Muziek, graag. Oké. Hier komt je vraag. Op welk instrument moet je met een stokje slaan? Je zus. Ik heb geen zus. En dit is precies de reden waarom. Ook een lekker muziekje erbij. Je zus. Die goeie ouwe Sam toch. Altijd klaar voor een grapje. Nee, is gewoon goed toch? Het juiste antwoord is een trommel. Kut! Geen nood, er zijn nog massas andere vragen in deze categorie, dus je kunt het altijd nog eens proberen. Juist! Kies dus maar rustig een categorie uit. Dat is het leuke. Als je de vraag fout hebt, zijn er geen consequenties. Je wordt niet uit het huis geflikkerd en moet weer helemaal teruglopen. Nee! Je mag gewoon de vraag opnieuw doen. Je kan gewoon blind, willekeurige antwoorden lopen tikken bij muziek. Maar. En dan kom je er toch wel uit. Graag. Oké. Hier komt je vraag. Een faggot. Van de volgende instrumenten is niet van hout. Faggot. Het is een faggot. Een fagot. Fagot, faggot. Welke is niet van hout? Dit is nog best moeilijker dan de rest. Een hobo is ook van hout. Een fagot ook en een klarinet ook. Dus hou je de tuba over. Wauw, ik ben een genie. Correct. Een tuba is gemaakt van koper. Koper. Woe! Ik ben fantastisch. Ik wil graag iedereen bedanken. Gewoon iedereen in het algemeen. Dat is al één juist antwoord. Vraag nummer 2. Ik maak het op sterrenkunde. Oké. Hier komt je vraag. Hoe worden de sterren verschenen? Door veel op tv en tijdschriften te verschijnen. Door veel op tv en in tijdschriften te verschijnen. Heel erg traag. Dat is wel een goed antwoord. Een hele hoop ruimtegas dat in brand vliegt, lijkt me niet logisch. Dus dan krijg je door samendrukking van gassen en ruimtestof. Door de samendrukking van gassen en ruimtestof. Science, bitch! Dat was juist geantwoord. Yay! Gekke dansjes zijn nodig hier. 2 juist! Vraag nummer dieren! Dat is geen nummer, dieren. Maar toch. Oké. Hier komt je vraag. Wat is het allersnelste landdier? Mijn grote broer Mark. Zeg het antwoord, Sam. Mijn grote broer Mark! Mijn grote broer Mark! Wat nee. Is het ik ga toch voor het jachtluipaard. Een jachtluipaard? Correct! Yes! Voor de mensen die niet bekend zijn met deze game en nu denken dat ik naar binnen mag als ik de laatste vraag goed heb. Ah, je bent een sukkel! Het land van Duitsland. Want de laatste vraag is. Hier komt je vraag. Wat staat er op de watermeter die zich in de goudmijn bevindt naast het huis van duisternis? Hier moet je dus eerst naar de goudmijn toe en dan pas komen de goede antwoorden te staan. Oftewel, als slime, pam, dood. Ik heb geen idee, dus we moeten weer weg. Kunnen we even pauzeren? Kunnen we even pauzeren, want ik ben moe. Of zo, I don't know. We gaan gewoon verder met onze avonturen. Waarschijnlijk heb ik al 20 sokken gemist ondertussen. De comments staan op hol. Hier hebben we eerst duisternis trouwens. Duisternis moet hier pal achter die deur zitten. Oh my god. Look at that deur. Hier is dus duisternis. Hier is Poepoet, maar er zit weer mijn facecam voor. Voor alle referenties naar andere kindergames. Er zit gewoon mijn back voor. Waarom weet ik ook niet? Hier is een sok. Nog een sok. Ik heb echt nog lang niet alle sokken. Ik heb bijna 1/4 van de sokken. Oké dan, hier is duisterniskamer in ieder geval. Ik kan niet naar binnen zolang het niet al mijn spullen terug heeft. Jemig, wat ben jij een zeurpiet, Sam. Wat ben jij een fucking verwend rotjoch. Je hebt een hele fucking eigen wereld in je fucking kast. En dan ga je nog steeds dezelfde regels en arrogant rotjoch ben je. Eens even kijken, laten we even lekker verder gaan. Op avontuur, naar links of naar rechts of naar beiden. Naar links. Hallo, knarrende kar. Ik zou even dit sokje meenemen. Op een sok van paps. Hoe is die hier beland? Ik weet het niet, Sam. Ik weet het niet. Hier is Knar, die vastgeroest zit. Wat een zielige man is het toch. Ik ben Pajama Sam. Ik ga duisternis bedwingen en hem in een broodtrommel stoppen. Cool story, bro. Ik ben nutteloos. Echt? Aww. Waarom zeg je dat dan? Ach, sorry. Ik ben gewoon helemaal depressief. Je moet weten dat ik normaal gezien als een sneltrein over deze sporen ga. Wat is dit voor kindergame? Een depressief mijnkarretje.
Ik heb als kind nog nooit zo diep over nagedacht. Bij Sam zeggen van, ah, oh, ik kan niet rijden, maak me dood. Dat is niet leuk. Dat is geen leuk bericht om aan kinderen mee te geven. Wat? Deze gast is ook al depressief. Hij durft dit. Ik ga duisternis bedwingen en hem opsluiten in mijn speciale lichtmetalen gesigneerde Pyjama Man broodtrommel in beperkte uitgave. Als ik ze kan vinden, tenminste. Aangenaam, Sam. Noem mij maar Joep. Joep de Sloep. Oké, nou, Joep de Sloep. Wil jij misschien. Zullen we weggaan met jou? Geef je mijn liefde aan de overkant? Oh nee. Ik ga niet in het water. Ik zou zinken. Ik ben van hout, moet je weten. Maar hout drijft! Fucking Joep! Nee, dat denk ik niet. Joep! De broer van een vriend van me vertelde me ooit het verhaal van zijn tandarts en... Recht naar de bodem. Ik ben zo bang. Oh, was ik maar een auto. Volgens mij sloeg die vriend van jou de bal helemaal mis. Dat deel van was ik maar een auto, heb ik als kind ook nooit begrepen. Het is een boot die op het water wil, maar hij is bang dat hij zinkt. En daarom wil hij een auto zijn, want die kunnen wel in het water. En het is allemaal zo logisch. En gelukkig heb ik een plank bij me om te demonstreren dat hout drijft. Oké, kijk. Hier, hout. Juist? Wat? Sam, wat doe je? Hoppa! Oké, kijk maar. Wat? De hele cutscene doet gek. Blijf maar in het water gooien. Zie je wel? Het drijft. What? Illuminati confirmed. Ja. Illuminati dus confirmed. Jij drijft ook. Kom, probeer het maar eens. Misschien. Oh my god. Look at that butt. Nou, dat Anaconda. Ging vast goed. Wel, hier gebeurt niks. Ja! Goed! Ja! Ik drijf! Joepie! Yay! Jongen, dit is geweldig! Geen moeite, Joep de Sloep. Geen fucking moeite, vriend. Ga maar een lekker ritje naar de overkant, bijvoorbeeld. Laten we gaan zeilen! Wel, Wat? Sam, stop met teleporteren! Kan dat niet, omdat ik geen zeilen heb. Ik weet wel kut, wat je kutboot. Kutboot. Gesproken zou jij moeten zeggen. Zullen we dan? Ja, tuurlijk. Laten we dus maar gaan zeilen. Oké. Wat een kutboot ben jij. Ik heb je net geholpen, Joep de Sloep. En de plank zonk, zag je dat? Alsnog. Oké, en welke kant willen we op? Die kant op, naar rechts, omdat we anti zijn. Plek waar het minste doen is. Nog een sok. Yeah, we hebben een paar. Liefde, sokkenromans. Hier kun je helemaal niks doen, behalve een hele wijze levensles over gijzers. Als je ergens op klikt, krijg je een heel educatief filmpje over gijzers, weet ik nog. Op Joep klikken ofzo? Ik kan duisternis pas gaan bedwingen als ik al mijn pyjama samenspullen teruggevonden heb. Nou oké, dit boeit me dus geen flikker. Dan gaan we deze kant op. Daar is een brug en die wil een goudklompje, anders mag je er niet langs, kan ik me herinneren. Kan ik me allemaal wel nog herinneren, sommige dingen wel. Hoi, ik ben Sam. Ik zou de brug willen oversteken om te zien wat er aan de andere kant te vinden is. Hou je uitvluchten maar voor jezelf. Als je naar de andere kant wil, zul je tol moeten betalen. Tol? Hoeveel dan? Een kilo goud. Een kilo, dat is best veel. Als je die kilo goud nog gewoon uit de kast meenam naar huis, dan had je moeder geen kutleven, Sam. Had je moeder geen kutleven en dan zag je je vader wel die altijd aan het werk is, hè? Heb je daarover nagedacht? In plaats van een willekeurig stuk steen een kilo goud te geven. Zijn maar gewoon je familieproblemen op te lossen, Sam. Nee, heb je nooit aan gedacht, omdat je fucking 7 bent of zo. Gadverdamme zeg, hier is olie. Dat is handig. Dat is een busje olie. En er zit nog wat olie in. Vooral het deel waar je zei dat het olie was, terwijl het erop stond, heeft me geïnspireerd. Ik krijg die deur niet open, er zit geen deurknop aan. Je bent zelf geen deurknop, hey hotdogs. Oké, dan. Laat ik in het bootje gaan. En dan gaan we zo die waterval af. Boeien. I don't give a fucking fuck. Hey. Hey. Is het een vliegtuig? Is het een vogel? Nee, het is mijn broodtrommel. Hey, daar. Mijn lichtmetalen gesigneerde pyjama man broodtrommel in beperkte. Nou, ik zie hem hoor. Ik zie hem, Sam. Zochten we die dan? Ja, daar moet ik duisternis in stoppen nadat ik hem gevangen heb. Dat is mijn draagbare opbergeenheid voor slechterikken.
Dezelfde als die van Pyjama Man. Ah, zo. Verdorie, Sam, je hebt een magneet nodig. Ondanks dat de magneet nooit sterk genoeg is om het hele stuk te trekken. En hier een sok ligt. Ik heb nog een sok gevonden. Yes. Nog een sok. Mijn leven is compleet. Even kijken, wat gaan we nu ook weer doen? We gaan die kant op, denk ik. En dan kom je als goed is bij de gijzers weer eruit. En dan ben je een rondje gegaan. En ja, ik weet het. Het is fantastisch. Doe even niet. Ik probeer hier deze sok te pakken. Geen sok van mijn yes. grote broer is. Je grote broer Mark. Grote broer Mark, zijn sokken die herken je uit duizenden. Nou, we gaan weer omhoog in ieder geval. Yay! Ja, dat was leuk! Dat was leuk. Bijna een dodelijk bootongeluk gehad. Maar dat was hilarisch. We gaan deze kant op, want daar zijn we nog niet geweest en shit. Hey, nog een sok van mijn grote broer Markie. Eén van mijn sokken. Yay, nog een paar. Kaping! Oké, okay, even kijken, we moeten deze kant op. Doei Joep, forever alone, later. Hey, nog een sok, wat leuk. Dat vind ik heel verbaasd, what the fuck, sinds wanneer vind je sokken hier in deze wereld? Sam, we hebben al een halve maand vol, vriend. Oh, dit is leuk, deze mensen laten je alleen langs als je in een boom bent. Ze zijn erg kieskeurig, dat zie je ook al. Waar denk je wel dat je heen gaat? Nergens eigenlijk, ik wilde gewoon even passeren. Hier, zomaar doorheen. Zomaar? Gewoon zomaar. Zonder ook maar toestemming te vragen. Heb jij dan geen manieren? Ja, sorry. Dat is nu eens grenzeloos onbeschoft. sorry, ik ben grenzeloos onbeschoft. Weer een grenscontrole. Gaan jullie nu ook al mijn spullen afpakken? Jouw spullen interesseren ons geen zier. Wees daar maar zeker. Wat een opluchting. Sorry, ik wilde helemaal niet onbeleefd zijn. Mag ik er dan door? Nee. Nee? Dit is een speciale weg. Alleen voor bomen. Ja, alleen bomen. En dan vraag je je opeens af. Bomen kunnen helemaal niet lopen. Als kind dacht ik gewoon, ja oké, okay, alleen voor bomen. Maar bomen kunnen, jongens, ik ga je wat schokkends vertellen. Bomen kunnen niet lopen. Dus wat gek eigenlijk dat ze alleen bomen doorlaten. Een oude holle boomstronk. Ja, stop maar op je bek en dan moet je zo. Oh, ik kan weinig zien. Wat is het, een boomstronk op mijn hoofd? Ja, ja, Sam, we zien het. Wij zien het. Jij niet. Wij zien het. Sam zag dit nooit aankomen, want hij heeft een boomstronk op zijn hoofd. Oké, dan. Ja, dan loop je er langs. Oh, ik ben een boom. Hallo. Boom in aandacht. Een prettige dag nog, collega. Een collega boom. Oké, dan. Hey, een sok. Mijn leven is compleet. Oké, hier is een sokkie. Die hebben we nodig. Ik heb nog een van mijn sokken. Jee, weer een paar. Nou, we gaan redelijk goed met sokken verzamelen. Hier is een tuin waar ze dingen groeien. Wat groeien ze ook alweer? Geblikte spinazie. Pompoen. Boterhammen. En boos broodrooster. En hier is de rebelse wortel. Is dat mijn pyjama-saam-masker? Ja, een wortel. Voor het volk. Respect, peace. Het dikke vette peace. Het sprekend op mijn masker. Eigendom is diefstal, man. Eigendom is diefstal, man. Ik heb een masker nodig om mijn identiteit als leider van het Anti-Dressing Bevrijdingsfront verborgen te krijgen. Anti-Dressing, het blijft grappig. Wat? Het Anti-Dressing Bevrijdingsfront. Wij zijn een groep groenten die ons verzetten tegen het huidige maatschappelijke systeem. Wij zijn het beu om altijd maar overgoten te worden met olie, azijn en andere troep. Wij willen opklimmen tot hoofdschotel. Helemaal boven het culinair systeem. Ach, je doet maar. Ik wil gewoon mijn masker terug. Ik wil gewoon mijn masker terug. Zal ik je eens wat vertellen? De andere wortelen worden gevangen gehouden in de koelkast in de keuken van duisternis. Oh my god. Jij me helpt. Om de wortelen te bevrijden, dan geef ik je masker terug. Oké, afgesproken. Chill. Schitterend. Ik ga met je mee naar de keuken om de bevrijdingsactie te coördineren. Oh my god, ja. Nou, dat was deze hippie-achtige wortel. Aangenaam kennis te maken. Hier is een depressieve wensput, omdat we nog niet genoeg depressieve mensen hadden. Hé, hey, geldstukken. Ik zou willen dat het gras hier wat groener was. Waarom wil jij nou ineens iets? Ik
Je hebt het geldstuk er toch in gegooid? Wie is hier de wensbron? Jij of ik? Huh? Ja, wie is hier nou de wensbron? Jij of ik de wensbron? Noem mij maar Papaver Orientalis. Hoe kom je aan die naam? Ik heb niet gezegd dat dat mijn naam is. Ik zeg gewoon dat je me zo mag noemen. Als je dat wil. Dat is vet leuk om te doen op feestjes. Noem mij maar Eenzame Wolf. En dan, oh, waarom dat? Waarom kom je aan die naam? Ja, ik zei niet dat ik zo heet. Je zei alleen, je mag me zo noemen. Dat is vet slim. En dan wil iedereen seks met je doen. Dus onthoud dat voor later. Over seks doen gesproken. En het feit dat hier misschien soms kinderen naar kijken. Ik zat laatst in de trein te vertellen over porno. Iets porno gerelateerd. Daar heb ik altijd over in de trein. En er waren kinderen bij, van 7 of zo. En die ouders keken boos naar me. Die moeder keek alsof ze me dood wilde slaan met haar kind als wapen. En ik deed niks. Ik zei alleen, ah, porno. En dan zag je al die kinderen zo van, oh nee man, wat is dat? Dan zag je mij van, ah, leuk. Rick, wat heb ik aan dit verhaal? Geen idee. Alleen er zijn nu ook een paar mensen die nog nooit het woord kinderporno hebben gehoord. En die kinderen moeten zeker kinderporno kijken, want het is porno voor kinderen, denk ik. Super moeilijk te vinden, maar als je het helemaal gevonden hebt, is porno voor kinderen. Denk ik. Dat was een grapje, weet je wel. Dan denk je, ja, kinderporno is helemaal niet voor kinderen. Het is met kinderen en het is heel vies. Oké, genoeg gelachen. Bedankt voor het kijken van deze aflevering. Doe even een duimpje omhoog als je hem leuk vond. Dit is eigenlijk van Fallout 3, dat eindscherm. Maar dat boeit niet, want je moet alsnog een duimpje omhoog doen. Nou, je moet niks, je bent vrij. Maar doe het nou maar gewoon wel en dan ben ik blij. Tot de volgende aflevering. Doei! Ik bedenk me trouwens ook opeens dat zeg maar, die wensput gooit water naar beneden. Om het vervolgens weer op te takelen. Hoe doelloos is jouw leven, wensput? Bedankt voor het kijken. Tot de volgende aflevering. Doei!